Yes, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe update video. Als je wil smash, natuurlijk eventjes op het duimpje mogen. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En je kunt ons supporten in de item shop. Het code te veel gevraagd. En 5% veraankopen gaat onze kant op. Wie onze code ook heeft gebruikt is Jomme. Ik heb weer iets gekocht met jullie zak. Dit keer de Brawler. Hé, hey, dat woord ken ik van Brawl Stars. Maar jongen, het is inderdaad een vette skin. Heel erg bedankt dat je onze code hebt ingevuld. Een dikke shout-out naar jou. Jullie zien het al in de achtergrond natuurlijk. De itemshop van vandaag. En vandaag, ja, weer ontzettend veel. De Boost Ranger met natuurlijk zijn nieuwe stijl. Plus natuurlijk de Honey Hitters, die ook een nieuwe stijl heeft. We zien aan de hele rechterkant, zien we natuurlijk ook de Cozy Chomps en de Comfy Chomps. Ik heb de Cozy gehaald. Ja, die vond ik gewoon echt te leuk. En voornamelijk ook de backbling die je erbij krijgt. Echt geniaal. Ja, allemaal leuke dingetjes. Ik bedoel de Bullseye, ja, die heb ik al. De Bouncer, hey, die heb ik ook al. Ja, allemaal toffe dingen die je natuurlijk kunt halen in de item shop vandaag. En dat kun je doen met onze code. Dat kun je ook doen met iemand anders zijn code. Zolang die maar ingevuld is. Goed, laten we doorgaan naar het eerste topic. Ik heb weinig nieuwtjes, maar ik heb wel interessant nieuws. Dus laten we gelijk gaan starten. En we beginnen eventjes met de auto's. Namelijk de auto's, die hebben ze natuurlijk aangekondigd in de trailer dat het in season 3 zou gaan zitten. Maar ja, in de start van season 3 hebben we niks gezien. Op de dag van vandaag hebben we nog niks gezien qua auto's. Maar ooit moet het erin gaan komen. En je vraagt je misschien af van wanneer dan? Nou, er is een datum geleakt. En vraag me niet hoe, maar i4monkey die tweet: cars should release on the 21st. Dus de 21ste, dat gaat nog best wel lang duren, namelijk 2 weken. Ja, dan krijgen we dus blijkbaar auto's. En dat lijkt me wel echt heel erg leuk hoor. Willen jullie trouwens een geheel aparte video over enkel en alleen auto's? Letterlijk alle informatie die we hebben, laat dat dan eventjes achter in de reacties. Als je denkt van, nee, we hebben echt al genoeg informatie, laat dat ook eventjes weten. Goed, ja, nogmaals, de 21ste, dan komen als het goed is, dus niet 100% zeker weten, de auto's. Goed, laten we doorgaan naar het volgende topic. En dit gaat er eventjes over dat vandaag weer de Shadow Rising pack te koop is. Jawel, namelijk deze pack, ja, bundel moet ik eigenlijk zeggen. Je krijgt namelijk 3 skins hierbij, 3 backblinks en 1 wrap. En dat voor volgens mij iets van 20 euro uit mijn hoofd. Weet ik niet helemaal meer. Ik heb hem al in ieder geval. En als het goed is, komt hij vandaag ook in Nederland. Namelijk in Nieuw-Zeeland, waar het altijd als eerste is op een of andere manier. Daar ja, is het al gereleased, zeg maar. En ik denk dat als je nu het spel opstart, dat je dan ook deze pack kunt halen. En hey, hierbij kun je ons ook weer supporten natuurlijk als je dat zou willen. Goed, laten we dan gaan naar het volgende topic. En dit is eventjes een klein dingetje, namelijk de One-Shot LTM zou vandaag speelbaar moeten zijn. Dus stel, ja, je hebt daar zin in. Ja, vandaag kun je dus One-Shot spelen. En volgens mij is Solid Gold er nog steeds niet uit. Die kun je ook nog spelen, maar dan, ja, dan weet je dat. Goed, laten we doorgaan naar het allerlaatste dingetje. En dit is gewoon eventjes een leuke clip. Die, ja, vol zin met karma. Ja, laten we gewoon eventjes gaan kijken. Ja, hij wou hem gewoon killen. Hoe lullig is dat? Hij was gewoon rustig aan het emoten. Maar gelukkig ging hij zelf dood. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze update video. Vonden jullie het weer super nice? Smash dan natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren op dit kanaal kan natuurlijk hier beneden. En straks te veel gevraagd in de item shop als je dat zou willen. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.